off my barn. Kenny, advance. Okay. Wat is het nou voor gevoel zo'n dag na zo'n formidabele overwinning? Ja, winnen is een geweldig gevoel. Hè? En dat, maar na het winnen komt meteen toch weer de zorg om te blijven winnen. Kom nou, zorgen? Ja, we hebben nou gewonnen, maar we moeten wel blijven winnen. Wat in 1911 met de legendarische Anthony Fokker begon, is uitgegroeid tot een internationale onderneming. Meer dan 125 vliegtuigtypen heeft Fokker gedurende haar lange geschiedenis ontworpen en gefabriceerd. Vaak heel succesvol, soms minder. Voorspoed, tegenspoed, we hebben het allemaal gekend. Niet elke wedstrijd die je speelt is nu eenmaal een gewonnen wedstrijd. En als ik de vergelijking met de sport even mag blijven doortrekken, met het ontwikkelen en introduceren van de Fokker 50 en de Fokker 100, is Fokker van de eerste divisie naar de eredivisie doorgestoten. Waarin onderscheidt dit team zich van andere teams? Dit Fokker-team vertegenwoordigt een complete industrie. Wat wij doen is dat we niet alleen vliegtuigen ontwikkelen, maar we maken ze ook, we verkopen ze, we houden ze in de lucht, product support, wij onderhouden ze, we repareren ze. En ja, dat is nogal wat. Van dat soort complete industrieën zijn er maar 5 die in de eredivisie zeg maar, in de wereld meedoen. Is nogal wat. Ja, maar dat doen we ook met meer dan 12.000 mensen, het grootste deel in Nederland, maar ook daarbuiten. Hoe komt men tot zo'n succes? Ik denk dat dat net als dit voetbalteam is, dat we beseffen dat we niet alleen vandaag moeten winnen, maar dat we ook over 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar nog moeten winnen. We werken in een industrie die het moet hebben van de lange termijn. En nogmaals, ook op lange termijn willen we concurrerend zijn, competitief en willen we blijven winnen. Dan moet ik er aan denken, aan een heleboel individuen of aan één groot team? Eigenlijk aan allebei. Als individu moet ieder van ons zich steeds weer afvragen, doen we het goed genoeg? Kunnen we het goedkoper doen? Kunnen we het beter doen? Kunnen we flexibeler werken? Kunnen we ergens kwaliteit toevoegen? En samen moeten we gericht blijven op dat doel van die totale organisatie, van dat team. Als ik denk aan voorbeelden, zijn die dan te geven? Oh ja, er zijn voorbeelden van te over in dit bedrijf. En ik zou eigenlijk tegen u willen zeggen, praat u eens met een aantal mensen, kijkt u eens rond en oordeelt u zelf. Op welke afdeling ben ik nu? Ik ben hier op de tekenkamer. En wat we vroeger met tekenborden deden, kunnen we nu met deze computers doen. Dus hier worden toestellen ontworpen en getekend? Ja, we hebben zo'n 400.000 uur getekend en ontworpen aan de Fokker 100 op dit scherm. Maar die vliegt, dus einde werk hier. Ja goed, alles kan natuurlijk anders. Nieuwe technologieën, andere materialen, kostenbesparend. En verder hebben we natuurlijk ook te maken met de wensen en eisen van de klant. Is de klant veel eisend? Ja, zeker wel. Bijvoorbeeld ze hebben een andere cockpit willen ze hebben, of ze willen een ander interieur, een andere kleur. En ga zo maar door. Maar je zal toch, wil je commercieel meedoen, moeten beantwoorden aan alle vragen. De klant weet het beste waar hij zijn vliegtuig in kan zetten. En hoe beter wij aan zijn wensen kunnen voldoen, hoe makkelijker die vliegtuigen verkocht worden. Betekent dat ook dat jullie de actie pas ondernemen nadat er een vraag van de klant is gekomen? Nee, we hebben ook onze eigen wensen. Bijvoorbeeld, op het ogenblik zijn we bezig met een Fokker 100. Die overdag dienst kan doen als passagiersvliegtuig. En s'nachts na een simpele ombouw ingezet kan worden als vrachtvliegtuig.
En verder werken we ook nog aan zeer geavanceerde bestuursapparatuur die het mogelijk maken dat onze vliegtuigen onder nog slechte weersomstandigheden kunnen landen. Ongelooflijk veel werk tegenover. We hebben hartstikke veel werk. Maar het is wel hartstikke leuk. Hard werken, maar wel leuk werk. Dat meen je? Dat meen ik echt. Ik zie je dan. Ja, bedankt. Tot ziens. Hallo. Mag ik heel even wat vragen? Wat doen jullie nou precies bij het team? Nou, we staan echt niet alleen aan de kant de anderen toe te juichen. Wij doen heel verantwoordelijk en precies werk. Wat ben je aan het doen? We zijn hier op Fokker Elmo, Woensdrecht. Ik maak hier kabelbomen die alle elektrische dingen in de vliegtuigen met elkaar verbinden. We maken ook tal van andere producten, vooral op militair gebied en een hele hoop op het gebied van elektronica. Ben je nou nooit bang dat je bij het zien van al die draden letterlijk en figuurlijk ooit de draad kwijt zal raken? Nou nee, want we hebben dus een computer en die computer die vertelt me precies waar de draad naartoe moet en hoe lang die moet zijn. En als ik draad overhoud, dan heb ik het niet goed gedaan. Waarom vind jij het zo prettig om bij Fokker te werken? Het verfijnde werk en de collegialiteit onderling. Je werkt in groepjes en binnen die groepjes help je elkaar. Je staat voor een groep product, dus probeer elkaar zoveel mogelijk te helpen. En we doen veel dingen samen, ook na werktijd. Maar ook binnen werktijd, als iemand iets heeft, kom je toch wel naar elkaar toe. Klinkt heel logisch. Klinkt ook allemaal heel logisch, maar mooie woorden, mooie babbels, daar staan we niet voor. We staan voor een goed product. Vliegen is iets waar een mens zich veilig bij moet voelen. Een vliegtuig moet veiligheid uitstralen. Dat is kwalitatief hoogstaand werk leveren. Daar staan wij voor. En zo hoort het ook. Ja, dacht ik ook. Dit is nu de Fokker 50 eindlijn. Hoeveel dagen doen jullie erover om nou een toestel compleet klaar te krijgen? Dus om de 8 dagen dan rolt er een complete Fokker 50 van de band. Van de band? Ja, band. Elk vliegtuig is handwerk. Dus ja, van de band kan je in principe natuurlijk niet spreken. Als ik aan handwerk denk, dan denk ik aan precisie. Wat minder aan snelheid, maar 8 dagen. Het gaat dus ook nog snel ook. Ja, iedereen heeft een eigen werkplaats hier in de productielijn. Dus iedereen... Ja, productielijn? Ik zal het uitleggen. Kijk, je moet het ongeveer zo zien. Je moet het zien als een lange ketting. En een ketting heeft allemaal schakels. Dus iedereen is een schakel in die ketting. Dus iedereen past precies in elkaar en iedereen weet zijn werkplek. Je weet hoe dat gaat, hè, met de ketting. Men zegt altijd, die is zo sterk als de zwakste schakel is. Ja, nou, ik zorg er zelf voor dat ik een sterke schakel blijf in die ketting. En mijn collega's uiteraard ook. En we helpen elkaar om een sterke schakel te blijven. Zo kunnen we zo snel een Fokker 50 maken. Van een Fokker 100 moeten we in de toekomst in een nog veel kortere tijd. Samenwerking en flexibiliteit, dat is natuurlijk van jullie gevraagd dan. Ja. We zijn heel flexibel bezig met z'n allen. Er wordt 's nachts gewerkt, weekenden gewerkt. Net wanneer het nodig is, wordt er gewerkt met elkaar. Maar jij hebt geen hekel aan hard werken? Nee. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Het is natuurlijk een mooi dynamisch bedrijf. En ik vind het leuk om aan Fokker 50 te werken. Ik vind het echt leuk. Hey, bedankt. Ga je goed. Hey. Heel even. Want volgens mij heb ik hier te doen met de meest plaatsgebonden speler uit het team. Tuurlijk niet. Echt niet. Nee, wij van Fokker Special Products, Hogeveen, zijn juist dynamisch. We zitten dan links voor, dan rechts achter, verdedigend. Maar ook aanvallend juist. Ik heb me enorm vergist. Ik heb te maken met een echte allrounder. Zeker weten, echt waar. Het is hier heel fascinerend, maar zo anders dan bij de andere Fokkerbedrijven. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Dat is eigenlijk heel simpel. We zitten hier in Hogeveen, dat wil zeggen we zitten hier bij Fokker Special Products. Wat is er zo speciaal aan? Ja, specialistische kennis. Oftewel, we bedenken het niet alleen, maar we maken het ook nog bovendien. En dan niet alleen van dit soort kleine dingen, maar ook tot complete installaties aan toe. En heb ik het dan over alleen producten die geleverd worden aan de Fokker zusterbedrijf? Nee hoor, zeker niet. Nee, ook de commerciële markt is voor ons heel interessant. Wat betekent het voor jouw werkzaamheden hier? Nou, het heeft iets spannends en ook tegelijk iets uitdagends. Ik bedoel, we maken iedere keer verschillende producten. En... Ja hoor. Goed uit, hè? En daarbij, ja, iedere keer komt weer die vraag van kunnen we het? Doen we het? En als we dat doen, komen we dan op tijd klaar met die producten? Kortom, het is gewoon uitdagend en ook spannend. Het klinkt goed. Ja, zeker. Dat is het ook. Waar zijn we nu? We zijn nu in de composietenfabriek van Fokkerbedrijf Ypenburg. Ziet er nog zo nieuw uit. Dat klopt. Deze fabriek is pas neergezet. Omdat hier gewerkt wordt met de nieuwste materialen. Onder andere een koolstofmateriaal. Dat is een heel licht en een heel sterk materiaal.
sterk, dat kan ik me nog voorstellen, in de vliegtuigindustrie. Maar licht, misschien een domme vraag, waarom? Nou, hoe lichter de vliegtuigen zijn, hoe minder brandstof ze verbruiken. Dus hoe efficiënter ze ingezet kunnen worden. Dat is een heel duidelijk antwoord. Overigens, hier worden alleen de buitendelen van het vliegtuig aangemaakt. Maar waar is men dan bezig met de binnenkant, met het interieur? Dan moet je even meelopen en daar kan ik laten zien hoe de binnendelen aangemaakt worden. Meelopen, is het ook hier op Ypenburg? Dat is ook hier op Ypenburg. Dat is zelfs voor mij te lopen. Oké. Je had het net over composieten. Wat is precies een composiet? Een composiet is een kunststof die ze voorzien hebben van een versterkingsmateriaal. In ons geval een glasdoek. Die lamineren wij op een mal. Dan gaat hij naar de autoclaaf, dan wordt hij hard. En dan heb je een kunststof na uitharding die zeer goed toepasbaar is in de vliegtuigindustrie. Ja, je kijkt me aan alsof ik weet wat een autoclaaf is. Maar vertel me eens, wat heeft het voor nut? Kunststoffen die bezitten na uitharding zulke eigenschappen dat ze metaalvervangend zijn. Bovendien zijn ze beter te vormen, ze zijn lichter en ze zijn veel makkelijker na te bewerken als metaal. Je bent heel zelfverzekerd, ben je nooit bang om nonchalant te worden? Nee, dan moet je natuurlijk altijd voor waken dat je niet te nonchalant wordt. Dan sluipen de fouten in je producten. Dat gaat ten koste van een heleboel. Producten worden dan te duur, omdat je ze twee keer aan moet maken. Plus dat je een hoop ergernis van je collega's en dergelijke op je werkt. En dat moet je zien te voorkomen. Nou, maar je gaat toch niet zeggen dat je nog nooit een foutje hebt gemaakt? Ik heb wel eens een foutje gemaakt, inderdaad, ja. Dat is moeilijk om dat toe te geven. Dat is best wel moeilijk om toe te geven, want je staat toch je best te doen hier. Maar ik vind het heel eerlijk dat je het hebt toegegeven. Ja, oké. Wat trek jij nou zo aan in het werk bij Fokker? Werken bij Fokker, ja, werken met nieuwe materialen, nieuwe dingen. En het wordt natuurlijk samengebouwd, dat vind ik heel erg mooi, een vliegtuig. Dat spreekt mij wel aan. Moet je vliegtuig gek zijn om bij Fokker te willen werken? Het is wel meegenomen als je het bent, ja. Want dat draagt bij tot een hele goede motivatie in je werk. Volgens mij ben je het een beetje. Dat klopt, ja. Mag ik een stukje doen? Nee, liever niet, want je moet de witte handschoenen aan hebben. Anders dan hecht het pre-prek materiaal niet goed op de honing laten. En dan gaat de kwaliteit achteruit. Jammer. Volgende keer beter. Nee, prima. Hartstikke goed. Even letterlijk en figuurlijk een schouderklopje geven. Hè? Want wat er vandaag gebeurd is, dat was prima. Je weet hoe belangrijk ik teamwork altijd vind. Maar binnen dat teamwork heb jij een paar hele goede individuele acties laten zien. Ja, je, nooit laat dat ontaarden in echt solo werk. Maar binnen teamwork, goede individuele acties, dat wil ik altijd graag belonen. Vandaar dat ik blij ben dat je nu iets te geven. Ja, proficiat en ga zo door. Wat staat er nou op jouw envelop? Dat zou je wel willen weten, hè? Natuurlijk wil ik dat weten. Wat staat er nou in? Nou, ik had een idee ingestuurd voor gewichtsbesparing en constructieverbetering. En daar heb ik een beloning voor gekregen. Hoeveel? 2500 gulden. Maar hoe bepaalt men nou zo'n prijs? Nou, de constructie, dat is moeilijk te bepalen wat voor voordelen dat het oplevert. Maar gewichtsbesparing is goed te berekenen. Een tientje per gram. Niet slecht. Dat is niet slecht, nee. Wat doen jullie hier nou verder gewoon voor werk? Wat gebeurt er nou precies hier in Drechtsteen? Wij bouwen hier kleine en grote componenten. Dat wil zeggen dus kleine samenstellingen, grote samenstellingen. Hiernaast worden kleine samenstellingen gebouwd. Die worden hier verder in een grotere samenstelling gebouwd, zoals je kunt zien. Maar we doen hier echt van alles. We beginnen van een stukje plaat, daar maken we profielen van. We hebben een zeer bijzondere lasserij, die alleen maar aluminium last. We hebben hier een profielenstraat waar ze kleine componenten maken. Kleine componenten, daar bedoel ik mee, dus kleine onderdelen die dus in het toestel komen. En dit toestel gaat dan weer verder naar Amsterdam en wordt daar verder geassembleerd. Ik vind het dus wel leuk om te werken bij Fokker. Het is een prima bedrijf, interessant werk, technisch gezien heel erg leuk. Ideeën die je op hebt over de techniek, over constructies, die worden serieus genomen en zelfs beloond. Ja, dat vertel je al, maar dat geldt dus ook voor mensen zoals jij vanaf de werkvloer? Jazeker, ook de mensen op de werkvloer. Ja hoor. Dat stimuleert. Zeker weten. Waar zijn we hier? Nee, we zijn hier bij Fokker Aircraft Services Woensrecht. Een bedrijf voor vliegtuigonderhoud, groot, klein en heel groot onderhoud. Goedemorgen zeg. Het is niet makkelijk hè, waar jullie hiermee bezig zijn, want het is behalve de grote oppervlakte ook een enorm priegelwerk. Moet je dit zien ze? Ja, ja, wij hebben al voor hetere vuren gestaan en ja, het is ons vak. Dus het is onderhand, het is gesneden koek aan het worden. Het is dagelijks werk. Wat gebeurt er? Dus jij vond dit gewoon gemakkelijk? Nou, gemakkelijk. Het is normaal werk. Nou, het heel ingewikkeld. Waar zijn jullie hier nou mee bezig? Wij zijn hier bezig met reparatie en onderhoud van vliegtuigen en modificatie. Nieuwe vliegtuigen modificeren. Bijvoorbeeld dit vliegtuig, dat gaat dus vliegen in de jungle. Kleine vliegveldjes, er zijn geen voorzieningen. Daarom moeten wij zo'n hulpmotor opbouwen op dit vliegtuig voor de elektriciteit en de airconditioning. Dus dit is dus eigenlijk een garage van eigen merk? Nou ja, van het eigen merk, om die woorden dan te gebruiken. Dat is niet helemaal waar. Wij zijn hier dus zo georganiseerd en zo geoutilleerd dat wij dus alle merken en type vliegtuigen wel aan kunnen. Alles? Nee, niet alles. De hele grote vliegtuigen die kunnen hier simpelweg niet landen.
Dus die kunnen we niet binnenhalen ook. Ben je nooit van plan geweest om van baan te veranderen? Nee, nou, dat vind ik eigenlijk een beetje een belachelijke verhaal. Oh. Nou, ik heb hier alles wat aan mijn hartje begeerd. Avontuur, een zekerheid. Avontuur zeg je? Hoe moet ik dat ongeveer inschatten? Nou ja, avontuur. Er zit natuurlijk in het werk zit er een stukje avontuur. Omdat dus iedere klus is anders, ieder vliegtuig is anders. Het is nooit hetzelfde werk. Je had het over zekerheid. Wat bedoel je daarmee? Nou, de zekerheid, dat is dus een salarisregeling bijvoorbeeld. Die zit hier wel goed. En de sociale voorzieningen, die zijn dus best. Hey, je hebt je geluidsbescherming niet in. Nee. Zou je dat niet toch maar wel doen? Ja, natuurlijk. We hebben elkaar al gezien als arts, zoals u toen van het voetbalteam. Is er een overeenkomst tussen werk en sport? Ja, eigenlijk wel. Je kan ook alleen maar goed werk leveren als je net zoals topsporters in topconditie bent. En dat houdt dus in dat je geestelijk en lichamelijk in goede conditie moet zijn. Hoe bereikt u dat doel? Ik ben regelmatig in de fabriek om te kijken hoe mensen met de stoffen omgaan, hoe ze met de machines omgaan, hoe ze zichzelf gedragen. En we proberen daaruit adviezen te geven, zodat ze zo min mogelijk schade aan hun gezondheid krijgen. Een paar dingen springen eruit. De geluidsnorm bijvoorbeeld. Ja, er wordt regelmatig gemeten en wij meten ook het gehoor van de mensen zelf om te controleren of ze hun geluidsbescherming goed dragen. Dus met de schadelijke stoffen? Daar geldt hetzelfde voor. Ook daar wordt regelmatig gemeten. En we proberen dat aan de bron af te zuigen. En als dat niet lukt, geven we de mensen persoonlijke beschermingsmiddelen. U bent dus bezig voor de verantwoordelijkheid van de werkgever. Hoe is het met de verantwoordelijkheid van het individu zelf? Die heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Volgens de Nederlandse wet is zowel de werkgever als de werknemer verantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid. De werkgever moet de spullen ter beschikking stellen, maar de werknemer moet ze gebruiken. Gebeurt het genoeg, dacht u? Het wordt steeds beter. Mensen zijn zich meer bewust van hun gezondheid en trekken ook vaker bij ons aan de bel om te vragen of wat ze aan het doen zijn geen schade kan opleveren. U zegt trekken vaker aan de bel. Hoe komt dat? Vroeger was denk ik de drempel voor artsen al hoger. En mensen gaan zich nu veel meer bezorgd maken over hun eigen gezondheid. Voorkomen is dus beter dan genezen. Ja, en ik zou nog liever zeggen, hoe minder ik te genezen heb, des te liever het me is. Zo is het. Oh ja, wat ik nog zou willen zeggen. Als u problemen heeft, blijf er dan niet mee rondlopen. Kom bij ons, praat met uw chef, praat met de afdeling personeelszaken. Wij zijn er toch voor de spelers en niet andersom. Bedankt voor alle goede adviezen. Graag gedaan. Oké, tot ziens. Een speler, ja. Mag je heel even wat vragen? Sorry jongens, mag ik heel even wat vragen? Wat is jouw positie in het team? Ik sta in het team voor Fokker Space & Systems. Dit is de zogenaamde schone ruimte. En dat is ook echt schoon, want er is hier 100 keer minder stof aanwezig dan in andere werkruimte. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, zo'n satelliet is natuurlijk ontworpen voor gebruik in het heelal en daar is geen stof. Dus aardstof zou daar metingen kunnen beïnvloeden en kortsluiting veroorzaken. Je praat over satelliet, over heelal. Ik zie op de jassen Space & Systems staan. Waar ben ik hier beland? Bij een werkmaatschappij. Kijk, iedereen kent Fokker van de vliegtuigen, maar vrijwel niemand weet dat we ons ook bezighouden met ruimtevaart. En zo maken we hier zonnepanelen voor de energievoorziening van satellieten. Maar we zetten ook hele satellieten in elkaar en bootsen dan de ruimtelijke omstandigheden na waaronder die satelliet moet gaan werken. En daarnaast maken we ook nog andere simulatoren. Is dit een simulator? Ja, maar niet zomaar één. Hij wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de Hermes robotarm. De Hermes, wat is dat? Hermes, dat is een Europees ruimteveer wat in de toekomst gaat pendelen van de aarde naar een ruimtelaboratorium. Als ik het heb over nabootsen, mag ik het even... Jazeker, ja, ga maar zitten. Wat zien we nu? Nou, hier zie je die arm in de ruimte. En dit apparaat bootst dus de gewichtsloze omstandigheden van die ruimte na. En kijk dan hoe die arm zich daaronder gedraagt. Ik zie het, als ik dit beweeg, dan zie ik daar bewegen. Ja. Maar is het ook ergens in het echt te zien? Nee, dat zou niet kunnen. Want de arm is heel flexibel, hij is ook heel lang, 1 meter of 10. En op aarde zou hij onder zijn eigen gewicht in elkaar zakken. Wanneer gaat hij de ruimte in? Dat duurt nog even. Hij is in 1995 is hij klaar. Maar hij kan pas rond de eeuwwisseling met Hermes de lucht in. Rond de eeuwwisseling? Ja. In het woordenboek staat achter het woord marketing de leer van het opstellen van plannen voor de verhoging of het behoud van afzet. Een mooie term, is het ook in de praktijk te vertalen? Ja, dat is wel degelijk te vertalen in de praktijk. Fokker heeft 3 miljard gulden moeten investeren. Dat is meer dan 3000 miljoen gulden.
voordat de eerste prototypes van de Fokker 50 en de Fokker 100 konden vliegen. U begrijpt, dat soort investeringen doen wij niet zonder dat we een redelijke verwachting kunnen hebben over de verkoop. En dat is waar Fokkers Marketing Department een grote rol speelt. Is het wat meer te specificeren? Wat doen jullie dan precies? We hebben uit bestaande contacten met onze klanten hebben wij voortdurend voeling met de markt en de marktontwikkelingen met name. En studies daaruit hebben geleerd dat met name voor vliegtuigen van de afmetingen zoals de Fokker 50 en de Fokker 100 een toenemende behoefte bestaat. Ik denk meer passagiers, dus grotere toestellen. Is niet juist? Dat is gedeeltelijk juist, maar niet helemaal. U moet hebben denken aan de snelle ontwikkeling met name van de kleinere luchthavens in deze wereld, waar een grote vervoerstroom tegenwoordig van uitgaat. En dat is nou precies waar onze Fokker 50 en onze Fokker 100 zo'n belangrijke rol kunnen spelen. Dat blijkt uit bijvoorbeeld de orderportefeuille? Ja, dat kunt u wel stellen. Op dit moment overtreft de vraag ver het aanbod. We kunnen bij wijze van spreken de vliegtuigen niet aanslepen. Is dat dan een kwestie van geluk? Nee, zeker niet alleen van geluk. Kijk, geluk heb je niet, dat krijg je niet, dat dwing je af tot op zekere hoogte. En dat betekent keihard werken voor Fokker, dag en nacht vaak. En in vreemde locaties om de positie te bereiken die we nu hebben op de wereldmarkt. Namelijk vierde in de rij van civiele vliegtuigbouwers. Het is natuurlijk heel knap, maar het is het moment van nu. Hoe ziet de toekomst eruit? Altijd een lastige vraag, dat weet u. Hè? Voorspellen is eenvoudig, behalve daar waar het toekomst betreft. Als ik een onderscheid mag maken tussen intern en extern, dan zeg ik we moeten intern nog meer zorg besteden aan de dingen waarin we al goed zijn. Dat is kwaliteitsbewaking, kostenbeheersing en leverstiptheid aan de klanten. En externe is er maar één ding, dat is de klant. De klant is koning, het motto? Ja, natuurlijk. De klant is en blijft koning bij Fokker. In het verleden was het nog wel eens zo dat technologie een nog belangrijker rol speelde dan tegenwoordig al het geval is. Dan werd er wat gemaakt en aan het eind van de rit dan dacht men, verkoop moet maar kijken wat ze ermee doen. Dat is uit de boze tegenwoordig. Het is eerst de markt en dan gaan we aan de fabricage beginnen. U moet niet vergeten, het is de klant die onze salaris betaalt. Zonder klant geen salarissen en zonder salarissen geen Fokker. Is dat niet iets te cru gesteld? Ik vind van niet. En als u dat vindt, dan wordt het tijd dat u ook eens kennis maakt met de Fokker-filosofie. Wat is de filosofie van Fokker? De filosofie, ik zou liever zeggen de mentaliteit, is die van een internationale onderneming. We werken voor een internationale markt. We halen ook het kapitaal dat daarvoor nodig is internationaal. We hebben weliswaar onze wortels in Nederland. Maar om zo internationaal bezig te zijn, tegenwoordig betekent dat je dat heel professioneel moet doen. En professioneel betekent dat daar de inzet en de volharding en de effectiviteit van al onze medewerkers bij nodig is. We kunnen dus nooit en ten nimmer spreken van techniek om techniek bijvoorbeeld. Nee hoor, met die mooie techniek van ons maken we goede producten. Maar we hebben eerst vastgesteld dat daar een markt voor was. En vervolgens willen we er ook nog eens een keer geld mee verdienen. Want dat heb je weer nodig voor de continuïteit van je onderneming. Hier spreekt de coach van een bedrijf. Ik zag de coach van een voetbalteam. Zijn de overeenkomsten of verschillen? Er is dus een andere coach geweest die zei voetbal is oorlog. Nou, ondernemen en vliegtuigen maken heeft daar ook wel iets van weg. Hè? Want je bent constant bezig met concurrenten, hele professionele concurrenten. En je enige wapen daartegen is dus ook professionaliteit. Met z'n allen. De naam Fokker is bij iedereen bekend, maar waar staat de naam Fokker nou daadwerkelijk voor? Ik denk dat Fokker staat voor 70 jaar maken van goede vliegtuigen. En dat doen we nog steeds. Het beste bewijs daarvoor is denk ik onze orderportefeuille van vele miljarden. En ja, dat willen we tenminste nog 70 jaar zo blijven doen. Is er nog iets wat u kwijt wil? Ja, als boodschap zou ik willen zeggen welkom aan boord, welkom bij Fokker en hart er tegenaan. Ja, jongens, even een groepsfoto deze kant op. Aantal meisjes links, aantal meisjes rechts. Jongens hier, voor Hurken. Oké, jongens, smile, hè?